Soms met veel en soms met wat minder. Zie hem staan, de reiziger, met een tas vol avonturen. Ontmoetingen. Ervaringen. Verhalen. Ja, weet je nog dat veel verhalen. Hallo, de reizigers. Met maar één doel, er mogen zijn in alle vrijheid en ruimte. Ruimte is als een amethyst, een dal gevuld met mist. Horizon, ruimte, vrijheid, blijheid. Vrijheid is de adem van mijn creativiteit. Maar het is te velen, voor het vertrouwen, open en blij gevoel. Vrijheid is met alles. Zwerven en ging naar God. En ik vroeg God,
mensen oorlog met elkaar? Waarom is dat die haat, die leid? Waarom is die waanzin van die oorlogstrijd? Waarom doen mensen dat? Die waanzin van die oorlogstrijd? Ik begreep het niet als kind. Papa, ik vraag van jou en al die grote mensen die niet beter weten, die vraag om vergeving. Ik wou dat het anders was. Onze zo prachtige planeet. Ja. Ik ben ziek op 8e en ik heb dysenterie. Vader had ook dysenterie gehad in het kamp. Japanse kerstmaankamp. Tropische ziekte. Een jaar geduurd, ik lag een jaar op bed. Maar 18e moest ik toen in dienst. Ja, in dienst. Toegeweigerd. Nee, ik in dienst, nee. Ik heb niet gedaan. Nee, dus ik was dienstweigeraar. Is dit wat ik zie?
achter een neopreenpak aan, een loodgordel, een harpoen in mijn andere hand. Mijn pak te water gegaan, raakte ik verward in de zee, in het zeewier. De kust was steeds verder weg, ik stroomde weg. Het eiland was ook bijna niet meer te zien. Hoe moest ik in godsnaam weer terugkomen? Moet ik het pak uittrekken? Nee, dat kan niet, want dat is van die andere mensen. Wat moet ik doen? En die twee bloedjes van kinderen, die zijn daar. Ik moet terug zien te komen. Op de een of andere manier ben ik teruggekomen. Ik kwam aan, ze reikten mij de hand. Ik zat onder de modder en mijn hele pak was aan flarden. En het was een moment dat ik dacht, ik heb te snel ja gezegd. Ik was de taal ook niet helemaal meester. Maar wie geen risico neemt, die komt uiteindelijk helemaal nergens. En nu kijk ik trots terug op dat ik het toch gedaan heb. En mijn schoonvader die zei: hier rijdt kon door van morgen, dan schat hij met je rijden. En dan riep ik nog een keertje van mijn ogen op die Bloemen, bloemen, bloemen. Bloemen. Ik heb bloemen voor u. Hele mooie. Gerbera's, hyacinten, tulpen, rozen, alles wat u maar wil. Het zijn prachtige bloemen. Kamille voor de billen van uw kind. Voor de gezondheid. Ze zijn overal goed voor. Hier heeft u een pondje kamille. En hier heeft u een gerbera. En dan heb ik ook nog een tulp uit Amsterdam. Het is zo, de bloemen die verkopen, ze zijn hartstikke mooi, ze zijn niet duur en ze zijn hartstikke puur. Het zijn prachtige bloemen, ik raad ze u aan, ze maken u blij, uw hart gaat open, u hoeft niets te doen, u hoeft alleen maar naar die bloem te kijken. Bloemen, 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 ik heb ook prachtige, hoe heet ze ook weer, lelies. Die zijn voor een speciale gebeurtenis. En die kunt prima verstoppen in een mist. En ze ruiken heerlijk. Ze zijn niet duur en hartstikke puur. Ik zou het doen als het puur was. Echt waar. Het is de moeite waard. Ze zijn fantastisch. Die bloemen van mij. Waar was ik gebleven? De bloemen. Je bent allergisch. Hij is allergisch. Mijn bloemen zijn de moeite waard. Kom ze halen. Ze zijn niet duur en hartstikke puur.
altijd het leven van alle kanten moeten beleven. Van de goede kant van het leven en de slechte kant van het leven. Zoals ik mijn leven heb beleefd, is dat ik ook op straat heb gewoond en van alles meegemaakt heb. Ik woonde op straat, maar ik had een auto om te slapen. Ongeveer een half jaar heb ik zo gewoond. Ben ondertussen ben ik weer aan gegaan om aan eten te komen. Gelukkig was het maar voor een korte periode. Mijn auto ben ik kwijtgeraakt. Ik kon mijn auto niet meer vinden. Maar twee dagen later kwam iemand op mijn pad. Diegene bood me onderdak aan mijn vriend. En ik was niet welkom daar. Ondertussen ben ik een baan gaan zoeken. En een vrijstelling aangenomen van een schoonmaakbedrijf in Amsterdam. Ook vond ik de vrijstelling wel plek om te wonen. Op mezelf zag ik in de winkel gaan en ik dacht, die ga ik kraken. Ik ben wel gaan informeren bij een woningbouwvereniging. En zij vertellen, ze pakt één jaar leegstaat, maar geen kraken. Om het te voorzien aan voedsel, heb ik de voedselresten van de markt gezocht. En vier weken daarna kreeg ik mijn eerste loon. Zonneschijn voor mij en een baan en een plek om te wonen. Ondertussen heb ik me ingeschreven bij Woningnet. Daarna ben ik op Kamers gaan wonen. Acht jaar lang met vriendelijke mensen. Heb ik daar maar ingereikt met televisie, koelkast, bed en kledingkast. Op aangekondigd aanwend van Euro. Deze heb ik met veel plezier ingericht en gezellig gemaakt.
meteen naar een nieuw adem. Ik weet niet hoe ik zoveel lees kon. Ik trouw hè. En wauw, ik heb nog nooit zoiets mooi gezien.
zo goed? Ja, omdat een vriend van mij er ook in meespeelt. Maar ik vond ze allemaal heel professioneel. Meer dan ik had verwacht. Fantastisch. Zoveel liefde. Ontzettend mooi. Ik heb echt genoten. Dankjewel. Ik heb echt genoten. Dankjewel. Bedankt. Wat vond je ervan? Ik vond dat ze heel leuk gedaan hebben. Ja. Ja. En ik weet het niet, maar ik heb genoten. Ankie. Hi. En Leo. Ja. Oh, het is net afgelopen. Ja. Ik begin bij jou. Hoe voel je je? Heerlijk. En wat is heerlijk? Wat voel je dan? Nou, vreugde en blijdschap. En ik vond het heerlijk om mijn bloemen te verkopen aan het publiek. Leuk hè, die interactie. Leo, die ken jij, die interactie. Hè? Ja, maar die adrenaline die dan vrijkomt. En als je het gedaan hebt, eindelijk de billen knijpen. Hé, hey, laat het maar gaan. Laat maar een lekkere scheet. Wat is het moeilijkste geweest in het hele proces? Niks. Niks? Nee, ja, één medespeler die ik zo goed kon zetten, maar dat is nu weer glad gestreken. Oké, dat gaat snel bij jullie. Ja, dat gaat heel snel. En Leo, wat wordt voor jou alles moeilijk? Nou, ik vind alles wel moeilijk, maar zij is door de wol geverfd. Leo, ja. Wat zou je willen zeggen over je medespeler? Nou, het is iedere keer een uitdaging. Maar dat is juist zo bevredigend. Als je elkaar beter leert kennen, dan wordt het toch een familie. Of het gaat onder je huid zitten. En wat je deelt. En ja, ik vind het gewoon geweldig. En heerlijk dat ik weer aansluiting heb gevonden in dit clubje. Met zoveel lieve mensen. En dat we nog zoveel keer mogen. Hè? We zijn bijna, kunnen we een relatie beginnen. Ja, ja, ja. Dat voor lieve schat, dat zou natuurlijk heel leuk zijn. We komen op jullie huwelijk op de Bahama's. Op de Bahama's. Ben jij mijn bruidsmeisje? Ik wil een bruidsmeisje. Zeg maar, Leo, hoeveel keer ga je nog spelen? De bedoeling is 35 keer. En hoe is nou die humor er zo in gekomen? Dat dragen we zelf aan. Het is een beetje community theater. En die regisseuse is ook fantastisch om die kleine dingen eruit te pakken die wij toch op tafel gooien. Ja. Want het is op zich een zwaar onderwerp, maar ik kon er heerlijk lachen. Ja, het is gewoon wat luchtiger geworden. Ik had geen zin om in de diepe te duiken, wat die anderen wel doen. Ik heb 7 jaar heel diep gezeten en daar heb ik helemaal geen zin meer in. Dus ik ga nu voor de lol. Dankjewel jongens, ik heb zelf ook genoten van het stuk. En tot ziens, gauw tot ziens. Gauw, ja. En bruidsmeisje blijf ik, hè? Ook al ben ik ouder dan jullie. Oké, heerlijk. Nog een keer. Even komen. Dankjewel. Okay, ik ben met Esther naar Eindhoven gegaan. Mm-hmm. En ik was deelnemer van het stuk uit Amsterdam. Mm-hmm. En helaas heb ik het beëindigd. Mm-hmm. Maar ik heb het meegekregen. En het was waanzinnig goed dat ze het gedaan hebben. Leuk hè, maar je gaat toch wel weer meedoen? Ik ben zo trots. Als er volgende komt, ga ik zeker meedoen. Ja. Nou, ik ben een bezoeker van Kostelijk, hè, van de buurtkamer. En ik ken de mensen. En ik verbaas me erover dat ze nu op een beetje andere manier waren dan ik ze normaal meemaak. En ik vind het juist daarom zo leuk, omdat je dan ziet wat mensen nog meer in hun bagage hebben dan wat je normaal in het leven van alle dag ziet. Hè? Dat ze veel meer kunnen dan je denkt vaak. Ja, ik ga heel blij naar huis. Ja. En bedankt ook. Hè? Je houdt er niet van. Nee, ik kan niet. Maar je staat nu ontzettend te lachen. Je staat een beetje te stralen. Ja, komt dat door de sigaret of door wat je meegemaakt nee, hebt? Nee, ik ben gewoon trots op het best. Ik ben echt... Wat hun hebben neergezet in een half jaar tijd. Ja. Mensen die ik ken, die vrij weinig initiatief hebben. En die hebben gewoon zoveel neergezet. Ik vind het echt een van de mooiste dingen wat ik heb gezien. Ja. Dankjewel. Ik vind het zo knap van haar. Ik vind het geweldig. Ja, ik heb haar ook uitgebreid gecomplimenteerd. Ja, en ik denk dat we er misschien nog wel wat mee kunnen. Want ik merk dat een aantal politici ook nog wel dit soort verhalen opgenomen willen zien. Om gewoon de problematiek naar voren te brengen. Heb je ervan gevonden? Ja, ik vond het fantastisch. De geografie was fantastisch gewoon. Ik bedoel, het is natuurlijk als je dakloos bent en je zit helemaal in het circuit. En je doet geen moeite, kom je er ook niet uit. En hun hebben dus allemaal moeite gedaan om uit het circuit te komen.
Wat jij